Hoi, ik ben Victor. En ik ben Pim. En ik ben Timo. In 2014 lanceerden we een van de eerste escape rooms van Nederland. Toen nog een compleet nieuw concept. En werden we uitgenodigd om het te demonstreren in de wereld erdoor. Alsof je in je eigen film speelt, hè? Dat gevoel maken jullie. Ook een sleuteltje, hangen we een sleuteltje, dus ik draai me om. Hey, dit is wel leuk hoor. Snel daarna was aan het fenomeen niet meer te ontkomen. En nu, nog geen 3 jaar later, zijn er al meer dan 600 verschillende escape rooms in heel Nederland. En staat Sherlock met onze 2 avonturen constant op nummer 1 op TripAdvisor en hebben al meer dan 40.000 mensen onze games gespeeld. Maar ons doel is niet alleen om de gaafste escape rooms te maken, wij hebben een missie, om mensen te betoveren. En dat vergt een aantal dingen die we na lang zoeken hebben gevonden, hier in Rotterdam. Ten eerste, een inspirerende historische locatie. We baseren de verhalen van onze avonturen altijd op de locatie. Onze eerste ervaring gaat over een verloren geacht geheim genootschap, waarvan recentelijk nieuwe sporen zijn ontdekt. Hier in de catacombes van de Arminiuskerk, naast museum Boijmans van Beuningen, op de kop van de Bittere Witstraat. Hier willen we de ultieme versies maken van onze 2 avonturen, The Architect en The Vault. En, wanneer die gelanceerd zijn, een 3e, compleet nieuwe ervaring. Hier hebben jullie hulp bij nodig. Bouw van het soort avonturen dat wij maken is niet goedkoop. Omdat we alle onderdelen zelf ontwikkelen. En tot het uiterste gaan om te zorgen dat het authentiek en kloppend aanvoelt. En we hebben jullie hulp nodig, anders lukt het niet. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.